Zo, ik ga even een late avondvlogje maken. We gaan weer een soort van heuvel oplopen. Geweldig. Kijk eens even naar dat bos, hoe dat eruit ziet. Is dat niet geweldig? Heel erg mooi. Hier loopt een padje naar binnen. Ah, daar is het een stuk lager bij die boom. Wat is dit? Ah, dit is een soort van zitplek, denk ik, of niet? Wow! Dit ziet er wel heel erg tof uit. Het gaat hier heel recht naar beneden. Wow, kijk dit dan. Dit is echt mooi. En allemaal van die kleine padjes hier zo. Een soort van klimboom. Ik zal eens kijken of die vaak gebruikt is geworden. Of die glad is. Het valt mee. Het valt reuze mee. Normaal zijn die dingen helemaal glad afgesleten. Ja, oké, wacht. Het gaat. Wel een hele mooie plek. Nou, ook weer ontdekt. Op naar de volgende. En het mooiste van alles is, hij bevindt zich hierachter. Wat is dit? Jongens, we hebben een soort van podium ontdekt. Nee hoor, was maar geintje. Een podium in het bos, dat kan toch niet? Jongens, daar is hij weer. De beruchte 3, 2, 1. Daar is het. Tadaa. Het is helemaal gemaakt van staal. En het is waarschijnlijk een dierenuitkijkpunt. Kijk, dit staat erop. Supermooi. Hier kun je heel goed je camera opzetten, want het is vlak. En dan kun je hier de dieren spotten, op dit veld. Heel erg mooi. Heel gaaf. We houden de plek in de gaten om dieren te kunnen spotten. Zijn we ook weer achtergekomen. Leuk trappetje. Nou, het systeem is best nog wel groot, kijk maar. We denken niet dat we vanavond, als we dat nog redden qua tijd, misschien nog ergens een frietje gaan halen. Ik denk dat we nou gewoon thuis gaan eten. Want anders zal dit nou de derde dag worden dat ik dat doe. En dat is wel een beetje heel erg veel. Oh. Het is wel heel erg relaxed, weet je. Had je dan gewoon thuis gelijk allerlei dingen kan doen. Maar gewoon thuis eten klaarmaken is ook wel eens een keer leuk. Kijk eens naar deze paarse kleur. Heel gaaf. Overal die bosbessen, jongen. Ik ben nog nooit zoveel bosbessen tegengekomen als dit jaar. Overal staan ze. Dan moet het nu wel heel erg gek gaan lopen en hele zware hoosbuien gaan krijgen dat het nu allemaal mislukt gaat worden. Ik denk dat het gewoon allemaal goed komt met de bosbessen. Zo. We zijn weer uit het gebied.
op naar het volgend natuurgebied. Dat is een hele mooie wandeling. Vanochtend, vanmiddag en vandaag. Dan wordt het eigenlijk tijd om 2 dagen uit te gaan rusten. Zoveel hebben we gedaan. Oh, als je dan thuis komt, dan staan er ruim 20.000 stappen op je teller. En dan moet je ook nog naar de winkel en al die dingen meer. Maar goed, dat hebben we ook weer overleefd. Zo, dan wordt het voor ons tijd om een paar dagen rust te houden. Om eigenlijk weinig tot niets te gaan doen. Eventjes allemaal nieuwe planningen gaan doen. Dan gaan we eventjes kijken of we de zooi voor volgend weekend in kunnen luiden. Wow, het wordt nog een hele klus voor mij, maar het zal wel lukken. Kijk, en ook hier helemaal vol met bosbes. Ah, jongens, kijk eens naar het klokje. Het is weer zover. Oh jee, al die getallen die erop staan. Zo, eventjes al het spul gaan inpakken. Eventjes 30, 31 seconden rust nemen. En dan gaan we weer met de banaan. Op naar het volgende natuurgebied. Jongens, doei!